achter mij de Volkswagen ID4, maar het gaat ook over voor de Volkswagen ID3, Audi Q4 e-tron, de Cupra Born, en er komen vast wel meer auto's op dit platform, MEB platform, is in de basis achterwiel aangedreven. Je kunt ook vierwiel aangedreven versies aanschaffen, maar de meeste mensen zullen voor achterwiel aandrijver gaan, dat is kleinere, minder vermogen, goedkoper, nou ja, lage bijtelling, noem maar op. Skoda Enyaq trouwens geldt ook nog. Het nadeel van deze auto is dat het ESP niet uit kan. Dat zal een heleboel mensen niet interesseren. Maar wij zijn toevallig in Lelystad. Daar hebben we wat ruimte tot onze beschikking. En willen toch een keer proberen. Nou hebben we iets uitgevonden. Dat alle assistentsystemen, en dat zijn er nogal wat, van de Volkswagen ID4, zitten allemaal op één zekering. Dus ik ga jullie vandaag laten zien welke zekering dat is. Waar je die vindt. Namelijk hiervoor. Eigenlijk een beetje loze ruimte hier natuurlijk. Je kunt wel nog ruitenwisselvloeistof bijvullen en zo. In de vierwiel aangedreven versie zit hier natuurlijk wel een motor. Maar bij ons niet. We hebben hier de fusebox. Wel alle zekeringen, de zekeringenbox. En dan gaat het om deze zekering, die gele. Dat is een nummer 13 of nummer 14 geloof ik. Maar maakt het niet zo uit. Het is deze. En eigenlijk is het heel simpel. Haalt hem gewoon uit. Dan heb je ook hele mooie tangetjes voor. Dan ziet dat er wat beter uit. Normaal heb je trouwens dan hier weer ergens een plek waar je hem kan opbergen netjes. Die reservezekering hebben te doen. Dat heb ik hier volgens mij niet, dus ik hou hem gewoon lekker bij me. Ik klik hem gewoon weer vast. En voilà, we hebben een ecologisch verantwoorde driftmachine gecreëerd. Raam dicht, gordel aan. Ik heb ademnood. Nee, serieus. Hij denkt echt dat we gaan crashen natuurlijk. Even op die manier afrijden. Dat werkt toch niet. Oké. Okay. Ingreep, proactieve inzittenbescherming. Maar hij doet het dus wel. Het is wel grappig, zeg maar, met zo'n elektrische auto heeft natuurlijk echt dat koppel direct, hè? En je hebt geen gevoel meer van wat die nou doet. Dus... Kijk, oh. Ik weet niet of het een ultieme driftmachine wordt, maar... Tussen de pionnetjes. Ja. Gaat prima. Die gordel komt wel steeds strakker te zitten. Zo, zekering, ruit, driftmachine.